de Burger King. Ik ga voor het eerst in mijn leven, daar, Burger King, ga ik voor het eerst in mijn leven ontbijten bij de Burger King. Dus ik ben echt zo benieuwd. Dus kijk maar mee. Ik was dus net bij filiaal in Alexandria, Burger King. En die hebben dus geen ontbijt. Ze doen niet aan ontbijt. Hoe dan? Dus we moeten naar de stad, want daar hebben ze dus wel ontbijt. Maar het is nu 10:30 en ze hebben tot 11:00 hebben ze ontbijt. Nou, dat gaat hem dus vandaag niet lukken, jongens. Maar de dag is dan niet voorbij. Nou, Alexander Mason is niet geen menu. Het is nu echt, wat is het, 10:55. Dus het is bijna gesloten dat je niet meer kan ontbijten bij de Burger King. Dus helemaal van Alexander nu naar Schiedam gereden. En Schiedam heeft het schijnbaar wel. Dat hoop ik dan maar. We zullen het zien. Oké. Ze hadden dus in Schiedam geen ontbijt. Geen ontbijt. Alexandrium niet, Schiedam niet. Dus ja, het is nu 10:50 ongeveer. En dus wat heb ik maar gedaan? Ik ben maar gelijk begonnen met die nieuwe Bacon Lover Burger te gaan bestellen. Hier, de bon. En de Bacon Lover, die kost met menu, die kost €7,25. Maar er komt een euro bij als je die cheesy fries erbij doet. Dus totaal €8,25 betaald. Dus met cola, die cheesy fries en die Bacon Lover burger. Dus €8,25 ben je dan totaal kwijt. Tada. Goed kan zien. En ik ben er echt heel benieuwd naar. Hier, de cheesy bacon fries. Die zitten verpakt in een omgekeerd trouwens. Hebben ze erin gestopt. Oké, ja, prima. Maar zo dus, verpakt in een doos. Dit is die bacon. En ik ben echt heel benieuwd naar die Bacon Lover Burger. Ah, dat is wel redelijk een beetje wopperformaat. Oké. Expectations, reality jongens. Is de bovenkant. Maar die ziet er op plaatjes er heel anders uit. Dan is een dorstdoorsneden. Ui. Bacon natuurlijk, zit erop. Presentatie allereerst, het is nooit expectations reality, dat is altijd heel anders. Maar ik ben benieuwd, het broodje voelt in ieder geval een beetje droog aan. Het broodje is echt heel droog. Dat is een minpunt. Smaak. Ja. Lekker fijne zoute bacon. Goffe ui, kaas, tomaat en nog één op. Lekker over frietjes. Ik heb nog nooit in mijn leven ontbeten bij de Burger King. Ik denk, ga dat een keer doen. Dat is prima. Dus ik ga naar Alexandrium. Dan hebben ze het niet. Ik denk, nou, ik kan het hier verder rijden. Om hier aan te komen bij een vestiging. Ik denk, nou, hier zullen ze het misschien wel hebben. Ook niet. Dat is wel een tegenvaller. Bij de McDonald's kun je echt, bij elke McDonald's vestiging kun je gewoon ontbijten. Dat is toch gek? Ik ga hem toch eens een berichtje naar ze sturen om dat te vragen. Geen idee. Of we maar eerder in Nederland gehad hebben. Ik heb hem al een keer eerder gegeten. Nee, niet de burger heb ik een keer niet eerder gegeten. Maar in Antwerpen die cheesy fries een keer gegeten. Ik bedoel, kijk maar.
Maar deze burger had ik toen nog niet gegeten. Ook omdat ik vol zat. Die cheesy fries die zijn best wel. Die vullen best wel. Maar die burger. Ja. De burger is echt heel lekker. Alleen omdat het brood toch een beetje droog is. Misschien oud, ik weet het niet. Krijgt u van mij 4,5 sterren. En dan nog. Moment suprême. Bacon fries. Cheesy bacon fries. Oh, wauw. Het is zo Instagrammable, jongen. Oh, check dit uit. Check dit uit. Kaas. Die bacon. Die. Oh, frietjes. Het ziet er zo fantastisch uit. En nou wel, in België kreeg ik een mes en vork bij, gewoon plastic. Dat kreeg je hier niet bij. Dus dat wordt gewoon een beetje klooien. Oh, wauw. Dit is echt zo lekker. De frietjes krijgen van mij sowieso een 5. Echt, daar hoef ik niet eens over te twijfelen. 5 sterren, jong. Echt. Oh. Ik denk niet dat ik het allemaal opkrijg. Echt too much. Ik denk het gewoon bewaar voor later. Ik denk dat zoals koud het niet eens vies is. Denk ik. Dit moeten jullie echt proberen. Als je dit nog nooit in je leven geproefd hebt, dan zeg van dat nep Amerikaanse kaas. Fabriekskaas noem ik het ook wel eens. Ik weet niet hoe jullie dat noemen, maar ik vind het echt fabriekskaas. Dat is niet de soort kaas dat je gewoon lekker op je boterham mee wil nemen. Naar je werk, in je lunchpauze of naar school. Echt niet. Maar het is wel het soort kaas dat hier gewoon bij past. En gewoon lekker is. Gewoon een lekkere, gore, vieze, kleffe fabriekskaas. Wauw. Jongen, ik ga het niet opkrijgen. Echt niet. Al met al. 4,5 sterren. Voor de burger. 5 sterren voor de kaas. Burgers, of zo, kom je aan mijn woorden. Zo lekker is het. Dus 4,5 sterren voor die burger. En 5 sterren voor die frietjes. Cheesy bacon. Op een top. Burger King. Excellent gewoon. You're the king. Seriously. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet, subscribe. Like het berichtje. Vergeet niet de reactie onder te zetten als je dat wil. Ik zal het tof vinden. En bedankt voor het kijken.